We staan hier met Jaap van Rijn en hij praat ons bij over de kansen van Veen van. Een paard dat hier de voorgaande jaar ontzettend goed heeft gekoerst. Vandaag zijn eerste start dit seizoen. Je hebt hem net voorgereden. Hoe lijkt het, Jaap? Ja, het paard was fris. Ik zeg, hij heeft van de winter kalm aangedaan. Dus hij zal misschien een koersje nodig hebben en er staan wel aardige paarden in. Dus maar ja, Fan is fris en de laatste verrichtingen waren goed op deze baan. Dus ik verwacht wel dat hij, ja, de winst zal moeilijk worden. Maar ik verwacht wel dat hij meedoet bij de bovenste vier prijzen, denk ik. De bovenste vier, niet gewoon in het trio? Nou, ik hoop het wel, maar ja, ik zeg het, de competitie is wel zwaar en Fan heeft niet zo, niet zoveel ritme, want hij heeft de hele winter op Brussel staan. Dus ja, hij zal nog niet helemaal scherp zijn en hij zal een koersje nodig hebben of twee, voordat hij weer die scherpte van het eind van vorig seizoen heeft, denk ik.